Hallo en welkom bij deze webinar. Het gaat over visualiseren in Twinmotion. Nou, dat hebben jullie, als het goed is, allemaal ook al wel kunnen zien op dit beginscherm. Mijn naam is Guido Tits. Ik ben consultant bij Cadix. Ik doe onder andere een aantal van dit soort grafische pakketten. En Twinmotion kwam in één keer ons netvlies als een heel mooi pakket. Ik hoop dat jullie mij allemaal horen. Mocht dit niet het geval zijn, reageer dan even in de chat. Dan kan ik dat ook zien. Ook als het geluid slecht is, nou, geef dat daar ook even aan. Dan, soms werkt het om even opnieuw in te loggen. Ik hou het aantal deelnemers hou ik in de gaten. Verder heb ik iedereen op mute gezet, zodat eigenlijk niet mijn presentatie in de weg gezeten wordt. Mochten jullie vragen hebben, dan kan dat ook in de chat. Kort over Zoom. Links onderin ziet u de opties mute en unmute. Nou, unmute zou in dit geval niet werken. Stelt u voor dat uw geluid het niet doet, kunt u altijd even klikken op test speaker en microfoon. Vaak werkt het dan wel. Als het nu werkt, maakt het verder niet uit. Mocht u Zoom ook uw video aan willen zetten, uw webcam, dan kan dat via start of stop video. En nogmaals, via de chat kunt u ook bestanden. Kan ook, is voor vandaag niet nodig. Maar via de chat kunt u wel vragen aan ons stellen. Let er even op dat u daar ook uw e-mailadres bij zet. Mocht ik dan geen tijd hebben om tijdens de webinar een antwoord te geven, dan kan dit na de webinar. Ik zal even kort Cadix introduceren. Dat geeft ook nog eventjes wat tijd om eventueel wat laatste mensen binnen te laten druppelen. En dan ga ik beginnen. Nou, Cadix is een professioneel CAD-dienstverleningbedrijf. Wij doen dus in alle handen CAD-pakketten, computer-aided design. Wij doen dit hoofdzakelijk vanuit twee locaties. Bovenste beeld is in Drachten, onderste beeld is in Utrecht. Nou, daarnaast hebben we diverse locaties door Nederland heen, waar wij ook de diverse trainingen eigenlijk faciliteren. Daarnaast doen wij in consultancy ook wel oplossingen, dus vraag gestuurd dat wij antwoord geven of een maatwerktraining maken, templates, bibliotheken, etc. Die maken wij dan allemaal. En verder doen wij nog in detachering, dat betekent dus dat wij mensen ook bij bedrijven uit kunnen nemen. Daarnaast is het zo dat wij ook al geruime tijd diverse virtuele trainingen aanbieden. En uiteraard is dat nu met het hele corona gebeuren wat geïntensiveerd. Wij krijgen altijd terug vanuit klanten dat zij dit toch wel als heel fijn ervaren. Omdat je een behoorlijk directe band hebt doordat wij schermen over kunnen nemen. En dat is uiteraard wel heel erg fijn. Wij werken vanuit verschillende werkvelden, bouw, architectuur, werktuigbouw en civiele techniek. En we kijken ook altijd hoe de pakketten die voor elke discipline nodig is, hoe die kunnen samenwerken. Nou, en zodoende proberen we altijd een ideaal antwoord te geven op een vraag die u heeft. Daarnaast zijn wij ook een supportdesk begonnen. En met deze supportdesk kunt u eigenlijk via een soort prepay manier kunt u vragen aan ons stellen. Als wij dan 10 minuten of een kwartiertje bezig zijn met het beantwoorden van de vraag, dan gaan ook zoveel eenheden van uw eigenlijk te goed af. En met deze supportdesk kunnen wij snel en efficiënt kunnen wij vragen beantwoorden, omdat er altijd wel een productspecialist aanwezig is die een vraag kan beantwoorden binnen een redelijke termijn. Nog eenmaal voor Zoom. Links onderin dus je audio settings. Stelt u zich voor dat het nou niet werkt, klik dan even op test speaker en microfoon. Vaak werkt het dan wel. Daarnaast wordt deze webinar opgenomen, dus mocht het alsnog niet werken, dan kunt u hem eventueel ook nakijken. Video settings ook links onderin en de chat in het midden ongeveer.
Let erop, als u een vraag stelt via de chat, geef dan ook even uw e-mailadres aan, zodat ik deze eventueel na de webinar kan behandelen. Software die wij vandaag gaan gebruiken is Revit. Revit is een heel klein stukje, gaat voornamelijk over het exporteren van een model. Dit kan ook vanuit diverse andere softwarepakketten. En daarnaast gebruiken wij de Epic Games Engine om Twinmotion te starten. Nou, Twinmotion is uiteraard het hoofddoel van deze webinar, om daarnaar te kijken. Wat gaan wij dan precies doen? Nou, we gaan even kijken wat Twinmotion precies is. Hoe in- en exporteer jij nou een model? Hoe gaan wij dan de ondergrond aanpassen? Hoe plaatsen wij objecten op deze ondergrond? Hoe materialiseren wij ons model? Wat zijn de opties voor datum, tijd, locatieinstellingen? Wat voor soorten beelden kunnen we exporteren? En dan tot slot komen we nog heel eventjes op installatie en eventuele licentiekosten. Nou, wat is Twinmotion? In de basis is Twinmotion een render engine, maar wel een die ze eigenlijk dan next gen, volgende generatie noemen. Nou, wat betekent dat? Ja, Twinmotion is een van de renderprogramma's die een directe link heeft met uw pakket. En dat betekent dat als u in uw modelleerpakket, dus bijvoorbeeld Revit, SketchUp of Archicad, als u daar een aanpassing doet, dan wordt deze aanpassing ook vrij eenvoudig doorgevoerd in Twinmotion. Nou, dat betekent dat u uw model zowel mooi kunt maken als verder kunt doorontwikkelen. Dus eigenlijk op meerdere fronten tegelijkertijd kunt gaan modelleren en kunt gaan werken om uw model zo goed mogelijk te kunnen verkopen. Twinmotion werkt op de Unreal Engine. Nou, de Unreal Engine, dat is eigenlijk een game engine. Dus daar worden heel veel spellen op ontwikkeld. Het is een wereldwijd platform. En dit maakt het ook heel krachtig in dit soort visuele beeldbewerking. Dus dat is op zich wel heel erg interessant. Daarnaast is Twinmotion een pakket wat relatief eenvoudig aan te leren is. Het is vergelijkbaar voor degene die Lumion kennen. Ja, plaatsingsmethodes zijn net als in Lumion. De bibliotheek is ietsje kleiner, maar aan de andere kant is het dan wel weer zo dat Twinmotion veel meer opties geeft eigenlijk voor het exporteren. Voornamelijk ook om virtual reality te exporteren. En dat is toch iets wat heel veel bedrijven op dit moment gaan zoeken. Daarnaast is het zo dat Twinmotion eigenlijk gratis te gebruiken is als proef. En nou, de licentiekosten commercieel gebruik kom ik later eventjes op. Deze proef is overigens gewoon een ongelimiteerde proef. Dus daar kunt u eigenlijk alles in doen. Nou ja, wij komen hier uiteraard voor de software. Dus daar gaan wij ook direct maar naartoe. En dan begin ik heel eventjes in Revit. Nou, in Revit, en dit geldt ook voor andere pakketten. Dus ook als u een ander pakket gebruikt, dan kunt u dezelfde principes gebruiken om iets te modelleren. Nou, hier ziet u gewoon een eenvoudig model. Dit model is wel iets opgewerkt met een beetje context. Nou, ga ervan uit dat u een kadastrale kaart bijvoorbeeld enigszins overtrekt en dan kunt u dingen als straten of kadastrale gegevens in één keer in dit model weer laten geven. Al dan niet als een gelinkt model zoals het eigenlijk zou moeten in Revit. Nou, dan is het zo dat eigenlijk alle materialen die u in Twinmotion een eigen uiterlijk wil gaan geven, dat die ook een eigen materiaal moeten hebben. Dus je moet ervoor zorgen dat, bijvoorbeeld hier zit u een soort border. Nou, dat heet dan beplanting E. Gaan we dan naar dit stuk terrein, dan heet dat kavel. Nou, en dan zul je ook zien dat dat straks in je export ook een los materiaal kan gaan worden. Dus het is belangrijk dat als u het model opzet, alles wat anders eruit moet zien, dus niet gelijk is, nou, dat moet een los materiaal krijgen. Twinmotion werkt op basis van een plugin. Deze plugin is voor heel veel verschillende pakketten ook te downloaden en te installeren. En in Revit ziet hij eruit als een eigen tabblad. En dit tabblad
geeft eigenlijk drie opties. En die drie opties hebben wel elk een beetje verschil in hoe ze werken. De eerste, See in Twinmotion, die gaan we later deze webinar nog eventjes gebruiken. Dat is zodat direct dit 3D-model ook zichtbaar is in Twinmotion. Dus dat betekent echt dat die 1-op-1 link er is. En zodra je weer op dit knopje klikt, nou, dan komt de nieuwste stand in Twinmotion te zien. Daarnaast heeft u het een en ander aan instellingen, de settings. Ziet u ook van, u kunt wat materialen exporteren, wat informatie en ook dat je bijvoorbeeld MEP-families, dus stelt u voor dat hij stopcontact en dergelijke heeft gemodelleerd, dat die eventueel niet meekomen. Laatste optie is het exporteren. En het exporteren maakt eigenlijk een los bestandje ervan, zodat je die weer kunt importeren in Twinmotion. Nou, als ik nu op export zou klikken, dan duurt dat heel even. Ik heb dit al voorbereid en daarmee kan ik laten zien hoe Twinmotion er dan uitziet. Nou. Dit is hoe Twinmotion er in de basis uitziet. En wat je eigenlijk ziet is een groot leeg vlak. En om dat lege vlak heen zit een achtergrond. Komen we later wel even op. En je ziet allerlei diverse opties. Het heen en weer navigeren, dat vergt wat oefening. Maar het gaat eigenlijk ook weer zoals je door een spelletje heen gaat. Dus pijltje naar voren, naar achter werkt. Pijltjes opzij, et cetera. En ook het draaien werkt eigenlijk vergelijkbaar als in andere pakketten. Ik kan zeggen dat het redelijk snel went. Nou, verder ziet u bovenin een aantal knoppen voor het aanmaken van nieuwe scènes, het undo, redo, et cetera. En ook help. Nou, help heeft ook nog een heel groot YouTube kanaal, dus daar kunt u ook vrij eenvoudig allerlei informatie over Twinmotion terugvinden. Dan heb je aan de onderzijde heb je een x-aantal opties. Die ga ik straks allemaal ook even bij langs. Je hebt hier verder nog een menu. Nou, dat menu is ook wel interessant, met name omdat je hier nog wat voorkeuren kunt instellen. En daar kunt u bijvoorbeeld instellen wat de kwaliteit is van uw computer. Dus stelt u voor dat u niet al te... niet high-end een systeem hebt, dan kunt u dit lager instellen. Je merkt wel wanneer dit eventueel nodig is. Nou, deze computer die is aardig goed. Ik stel hem nu eventjes in op high om het een en ander te kunnen laten zien. Ik begin even met het aanmaken van een terrein. En u ziet van, kijk, hier staat een klein pijltje. Nou, met dat pijltje komt een heel nieuw menu naar voren. En dit menu heeft allerlei opties. Nou, bijvoorbeeld materialen. Materialen die kun je daadwerkelijk op een object slepen. Maar ook vegetation en landscape. Objecten, auto's, mensen, noem het op. Ik begin even bij vegetation en landscape. En dan ga ik even naar landscape. En er zijn twee basisopties die u kunt kiezen. Rocky Grassland, nou, daar zit er al een soort van natuurlijk verloop in het terrein. Als u flat aan klikt en die op het terrein sleept, want zo werkt het eigenlijk allemaal in Twinmotion, nou, dan zie je dat die in één keer dat materiaal daar naartoe gaat plaatsen. Is in dit geval gewoon een groot grasland, maar dit terrein kun je wel weer sculpten. Sculpten betekent het terrein eigenlijk inrichten naar wens. Dus bijvoorbeeld als je je terrein wil ophogen, nou, dan gaat u gewoon over het terrein heen en dan ontstaat daar eigenlijk de vorm van een terrein. Uiteraard ook als u naar beneden wil, moet u er wel op letten. Op een gegeven moment komt u wel bij de onderzijde van het terrein. Nou, dan kunt u het gehele terrein wat hoger of lager zetten. De diameter van zo'n borstel is in te stellen. Dat betekent dat de impact van iets dat u doet groter dan wel kleiner kan worden. Daarnaast kunt u ook instellen, en dat geldt ook voor eigenlijk alle borstels, dat u de intensiteit, dus hoe hard of hoe zacht die werkt, kunt instellen. Dus
In dit geval, en ik ga maar iets verder naar voren, ziet u dat dat niet al te snel gaat. Doe je hem heel hoog. Voordat u het weet, heb je een enorme berg. Dus afhankelijk van wat u wil, kunt u hier vrij vlot zo'n terrein mee gaan inrichten. Nou, er zijn nog wat andere opties, dus ook dat je een terrein wat meer afvlakt. En ook daar kunt u weer dit sneller of langzamer doen. Er zijn altijd met alle sliders die u gaat zien in de webinar twee opties. De eerste optie is gewoon hem omhoog en naar beneden doen. De andere is dat u hem aanklikt en intypt van hij moet op 25%. Of deze boom die moet zo hoog gaan worden. Dus dat is altijd wel heel, werkt wel heel fijn. Qua borstels voor zo'n terrein zijn ook nog wat diverse opties. Gaan wij dan terug naar die terreintools. Terug naar de vegetation en landscape tools. Nou, kunt u ook bijvoorbeeld bomen plaatsen? Er zijn ook weer wat meerdere manieren voor. Je ziet, zijn best wel veel opties. En als u een boom plaatst, bijvoorbeeld een perenboom, nou, hij wordt vrij handig, wordt hij automatisch op het terrein gezet. En hij gaat eigenlijk ook altijd door. Nou, je ziet ook hier weer, afhankelijk van de age, ziet u hoe hoog of hoe laag deze boom gaat worden. Nou, dan zijn daar nog wat meer opties voor. Die kunt u vinden onder context. Onder andere Vegetation Paint vind ik wel een hele fijne tool. Wat doet u hier? Nou, u stelt eigenlijk in van, ik heb bijvoorbeeld een terrein en daar zitten wat van deze klavertjes in en wat onkruid zit erin. Wat hooggras en misschien wat van die boterbloempjes. En verder ga ik daar ook even een boom in plaatsen. Nou, zodra u nu Vegetation Paint aanklikt, ziet u dat daar een terrein eigenlijk wordt geschilderd. En ook hier ziet u van, nou, hoe meer u doet, hoe meer daar komt. En ik ga even iets erin. Als u wat verder inzoomt, dan ziet u ook van, hé, nu kijk, wordt dat een veel te groot boterbloemenveld. Nou, dat willen we misschien niet. Als u dan de intensiteit weer minder zet, nou, dan ziet u, er komen minder of enorm veel van dit soort boterbloemetjes. En eigenlijk geldt dat voor zo'n heel terrein. Nou, dat vind ik persoonlijk wel heel mooi werken. Hoe verder u ervan af zit, hoe minder detail hij laat zien. En dit is ook weer om natuurlijk ervoor te zorgen dat uw computer het wel blijft trekken. Nou ja, verder ziet u dat er nog een heleboel andere, dus bijvoorbeeld hagen kunt u in één keer plaatsen. En u kunt ook aangeven van, nou, ik plaats hem op een bepaalde afstand en ik wil er dan 10 hebben. Krijgt u in één keer een hele serie met hagen. Als u die weer gaat kopiëren, kunt u ze ook draaien. Elke kant op die je eigenlijk maar wil. Dus zo kunt u hele mooie objecten gaan maken. Nou ja, uiteraard in dit soort terreinomgevingen, daar kun je toch altijd blijven hangen, omdat het best wel mooi is. Maar ik wou even laten zien hoe u nou een file importeert. En de eerste is eigenlijk gewoon een bestand wat wij hebben. Open. En deze importeren we. Dus als u uw Revit model of uw SketchUp model heeft geëxporteerd, dan krijgt u eigenlijk een dergelijk soort bestand. En deze kunt u inladen. Nou, en u ziet dan dat zo'n model ook gewoon in één keer wordt neergezet. Nou, in dit geval is hier helemaal geen omgevingsmateriaal meegekomen. Maar dat kun je zelf wel weer vrij eenvoudig gaan invullen. Dus
beetje afhankelijk van welke instellingen u doet, ziet u dat er meer of minder soorten materiaal mee komen. Volgens mij is deze export gemaakt op een andere computer als dat het model gemaakt is. Vandaar dat de omgevingsmaterialen niet aanwezig waren. Nou, hoe gaat het dan het materialiseren? Nou, dan gaan we eens even iets inzoomen op het gebouw. En bijvoorbeeld wat baksteen. Nou, dat baksteen, dat sleept u eenvoudig weg op het gebouw. En dan ziet u van, oké, nou, dit is misschien nog niet helemaal goed, want dat is wat te klein. Kunt u het verschalen om dat baksteen zo te krijgen zoals u dat wil. Daarnaast kun je nog eigenlijk de assen of de rotatie gaan instellen, zodat dat helemaal naar wens is. Je kunt altijd weer terug, dus er ontstaat hier een soort stappenschemaatje waar u weer heen en weer kunt tussen de verschillende materialen. En u ziet van nou, eigenlijk kunnen we alle kanten op met zo'n materiaal. Dus dat vind ik zelf wel interessant werken. En er zijn toch best wel een aantal materialen die hier in deze bibliotheek zitten. Dus bijvoorbeeld, nou, daar gaan we eens heen. Tegels. Dus u ziet al van, er zijn behoorlijk wat verschillende soorten tegels die u ergens op kunt plaatsen. Als u naar beneden gaat, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar meer. Als u er eventjes op blijft hangen, dan ziet u ook dat er een voorbeeldje bij komt. Nou, dat vind ik wel heel mooi werken. Ook hier, hè, sleept u het erop, nou, dan wordt zo'n materiaal, het is wel heel donker, geplaatst op zo'n oppervlak en middels het verschalen kunt u weer de grootte van zo'n tegel ook gaan instellen. U kunt ook uiteraard zelf materialen toevoegen, al dan niet door een plusje en dan vervolgens of een kleur of op more te klikken. En dan ziet u ook van, nou, er zijn ook bijvoorbeeld textures, je kan hem een bepaald geluid geven, et cetera, et cetera. Verder zie je nog dat er een aantal oppervlakten zijn voor ondergrond. Nou, en daar ziet u ook weer van hoe eenvoudig het eigenlijk is om zo'n model een bepaalde uitstraling te gaan geven. En het is met name dat u eventjes een beetje moet gaan doorkrijgen van, ik vind dit materiaal vind ik op die plek en dat materiaal vind ik op een andere plek. Maar het is redelijk eenvoudig eigenlijk aan te leren. Waar je op moet letten is dus dat je die materialen in jouw Revit-model of in je SketchUp-model daadwerkelijk al een andere kleur geeft. Want bijvoorbeeld, als ik nu slightly worn bronze. Als ik dat materiaal ga toekennen aan al mijn omgeving, dan worden in één keer al die woningen die eromheen staan, die worden heel erg glimmend. Nou, dat wil ik eigenlijk niet, want het liefst wil ik een soort modelleer, een soort maquette-achtige uitstraling. Nou, dat is misschien bijvoorbeeld of 3D geprint, hè, of dat misschien wel met klei als het ware gemaakt is. Nou, ook als je dan weer wat verder inzoomt, dan ziet u alvast een soort preview, een soort voorbeeld van, dit wordt een dergelijk materiaal. En ik weet even niet, ik ga nog even een ander standpunt. Zo. Dus dat kan best wel mooi worden. Uiteraard wat tijd dat erin zit. Daarnaast is het nog zo, en dat vind ik ook wel interessant. Je kan eigenlijk zo'n object kun je isoleren. Dus stel je voor, je wilt alleen maar op dit object gaan tekenen of je wilt daarop focussen. Dan kunt u erop klikken en aan de rechterzijde heeft u een soort, noem het een modelbrowser. En hier ziet u alle oppervlakten. Dus als ik iets selecteer, dan komt het hier eigenlijk weer in terug. Nou, en als ik dan aangeef, ik wil dit isoleren, zie ik eventjes niks anders dan alleen dat object. Nou, dat betekent dat ik natuurlijk een stuk gerichter kan gaan tekenen.
Dus dat werkt eigenlijk best wel heel mooi interessant. Daarnaast is het zo dat u ook hier dingen kunt uit- en aanzetten. Dus even kijken. Deze bijvoorbeeld, zet ik het hele model uit of zet ik het hele model aan? In het geval van zo'n haag, moet ik hem even weer opzoeken, hier ergens. Ik selecteer er een aantal en ik zet ze uit of ik zet ze aan. En dit kun je instellen per exportbeeld. Maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Nou, dan is het zo dat u een heel scala aan objecten hebt. En ook die objecten zijn weer vrij eenvoudig te plaatsen. Dus u gaat naar het object, bijvoorbeeld iets voor, nou eerst even voor in de stad. Ja, wat willen we graag? Misschien willen we wel eens een mooie bank. Nou, die bank die kunt u zo erin slepen. Dus dat werkt op zich wel heel fijn. Typt u in 180 graden de andere kant op en dan staat hij daar ook. Nou, hoeveel van die bankjes staan hier? Nou, ik doe dat altijd als volgt. Dus ik ga eigenlijk naar één as en dan wil ik hem verplaatsen. Ik druk eerst shift in. Dan maakt hij een kopietje. Dat is soms even wennen hoor. Want vaak is dat ook wel weer een andere knop. Ik wil twee kopietjes. Oké. Okay. En dan maakt hij twee kopietjes. Ander bankje erbij. Nou, dat kan allemaal helemaal prachtig. Wat leuk is aan deze objecten, als de kleur u niet aanstaat. Een heleboel van dit soort objecten. Ik ga wel de hele tijd naar het brons. Hè. We gaan eens naar hout. Die zijn ook weer individueel te kleuren. Dus daarmee kunt u echt die hele omgeving gewoon naar uw hand gaan zetten. Dus dat werkt wel mooi. Hetzelfde geldt overigens voor als u een paar verschillende bomen wil plaatsen. Nou, die bomen die kunt u ook even daarachter ergens. Hè. En ook voor mij hoor, het is soms wennen hoe je even navigeert. Maar als u een aantal verschillende bomen heeft geselecteerd, nou, dan kunt u die in één keer plaatsen en later aanpassen. Nou, hetzelfde soort objecten als je hebt voor buiten, die heb je uiteraard ook voor binnen. Home, bijvoorbeeld voor de living room, je ziet al. Chairs, nou, een x-aantal stoelen. En al die stoelen kunt u ook weer gaan aanpassen, zodat die kleuren aansluit bij wat u wil. Sofa's, ook een behoorlijk aantal. En ook die kunt u weer in kleur aanpassen. Daarnaast is het zo dat u in kunt stellen dat u bijvoorbeeld vanaf boven wil kijken of een bepaald vooraanzicht of in 3D. Nou, dan kunt u daarmee toch wel vrij snel een omgeving gaan maken. Ik ga even schakelen naar een model wat ik al iets verder heb opgewerkt. En dan kunnen we het even gaan hebben over een aantal exportopties. Dus dat model, die heb ik hier openstaan. En ja, ik heb hier een aantal dingen ook uitgezet hoor. Want ik had bijvoorbeeld allemaal lopende poppetjes. Maar ik merkte al van, nou, als ik dat deed, dan ging dat toch wel wat moeilijker. Maar je ziet hier wel, ik heb even wat vliegende mussen. Nou, die gaan ook gewoon. En daarmee wordt natuurlijk uw beeld wel in één keer een heel stuk realistisch. Ook hier, hè, u kunt er weer gewoon doorheen gaan en dan kunt u ook een heel interieur kunt u maken met tafels, stoelen. U ziet al verlichting dat er in hangt. Ja, allerlei materialen op de grond, boompjes die buiten staan. Noem het op. En zo'n model wordt dan ook natuurlijk steeds wat complexer. Nou, heeft u één zo'n kamer klaar, dan kunt u die kopiëren naar een andere ruimte. Zodat ook daar zo'nzelfde soort gek kussentje, ja, die was ik even vergeten te kleuren, maar dat die daar ook te zien is. Ik vind dat zelf wel heel mooi en fijn werken. Dan even qua exportopties. Qua exportopties, die kunt u hieronder vinden bij media. Nou, bij media ziet u image, panorama, video en presenter. Nou, presenter, daar kom ik straks eventjes op met een videootje. Maar dit is eigenlijk een export naar een virtual reality omgeving.
Dus dat werkt wel heel fijn. Nou, hoe maakt u nou een image? Een image is eigenlijk gewoon een JPG'tje. Dus u gaat naar een bepaald standpunt en dan vindt u van, nou, dit is, kijk, die heb ik niet ingericht hoor. Hè, af en toe dan moet je ook gewoon alleen maar doen wat je daadwerkelijk in beeld wou gaan brengen. Maar ik vind dit een mooi beeld. Ja, zoiets. Even kijken hoor, hier. Ja, prachtig. Net even die, het blaadje zo, hè. Mooi. Create image. En dan heeft hij dat beeld gemaakt. Nou, en van dit beeld, als hij erboven blijft hangen, ziet u nog weer van, oké, ik kan hem opnieuw recapturen. Dus heeft u het beeld, dan kun je weer even een nieuw voorbeeldje maken. Maar bij More kan ik een aantal instellingen doen. Ik begin even bij locatie. Nou, locatie-instellingen zijn natuurlijk sowieso globaal. Dus als ik dit verplaats, dan gaat dat hele model ergens anders staan. Maar wat natuurlijk wel mooi is, is dat u eigenlijk in real-time dan ook, nou, bijvoorbeeld een beetje naar een soort ochtend- of avondzon kunt gaan. Of dat het helemaal donker is. Dat donkere komen we later ook nog wel even op hoor, want dan gaan ook de lampen aan. In welke maand dat is en wat eventueel het offset van het noorden is. Verder kunt u instellingen voor het weer doen. Nou, en die eerste begint er eigenlijk mee. Strak blauwe lucht. Heel erg bewolkt. En u ziet al een beetje dat er wat plassen op de grond gaan komen. En hier ergens, daar regent het zelfs. En ik weet niet helemaal of dat dan helder overkomt bij u op het beeld hoor. Maar er zitten bij mij wat strepen over het beeld. Dus u moet maar geloven, hier regent het. We zien in ieder geval ook de plassen. Uiteraard jammer dat iedereen blijft spelen. Maar als ik dit anders had ingesteld, dan zouden ze waarschijnlijk ook in één keer een paraplu open gaan doen. Wat vind ik dan wel leuk, is dat u ook hierin kunt zeggen van, nou, het wordt een heel ander seizoen. En u ziet eigenlijk ook al die boom meegaan, hè? Dus nu wordt het herfst, nu is het winter en dan sneeuwt het zelfs. En soms is die sneeuw nog beter te zien dan de regen. Ik weet niet of dat ook bij u op het beeld komt, maar mogelijk dat het wel zo is. Ik zie ondertussen een vraag. Kun je ook eigen objecten maken? Daar ga ik even voor je in duiken. Dan, qua verlichting. Dit werkt eigenlijk zoals uw spiegelreflexcamera werkt, dus exposure. En witbalans, dus hoe hoger, hoe roder hij wordt en hoe lager, hoe koeler hij eigenlijk wordt. Dus ja, er zijn best wel wat leuke instellingen die je kunt doen, ook voor depth of field, wat voor opening u heeft en eventueel met lens flare, et cetera. Nou, ook hier, er staan weer vaak allerlei opties die erachter zijn. En het is echt leuk om dit gewoon te proberen. Nou, even wat beelden door. Zo ziet u, kijk. Dit is een beeld en die wou ik gaan maken voor bijvoorbeeld virtual reality. Hè? Dat u helemaal geen bewegende dingen ziet, want dat is wel wat zwaar voor de computer. En dan dit beeld, nou, lekker bewegende beelden voor misschien een videootje. En hierin, kijk, er rijdt af en toe een auto langs en er lopen wat mensen. Nou ja, ik vind dat toch wel heel erg mooi. Een binnenbeeld. Ook in dit binnenbeeld, hè, u kunt weer instellen hoe laat het is, wat voor daglicht er binnenkomt. Maar ook eventueel of u bijvoorbeeld zo'n interieur wel of niet ziet. Dus inrichting 1 uit, inrichting 1 aan. Nou, wordt dat ook op die manier geëxporteerd. Als u dan de verlichting goed instelt, dan ziet u ook van, nou, er komen daadwerkelijk uit lampen en dergelijke, komen ook allerlei van die verlichtingsvignetten. En dat werkt toch wel heel erg mooi. Heel erg eenvoudig, vind ik. Ook hier, hè, dus ook het buitenbeeld. Nou, je ziet al dat autolichten omgaan. Maar bijvoorbeeld ook, nu zijn die spelende kinderen, die zijn weg. En in dit beeld, ja, daar ziet u de spelende kinderen wel, maar bijvoorbeeld ook de luchtballonnen die er zijn.
Panorama eigenlijk vergelijkbaar aan de JPG en de video, daar kunt u ook een soort pad maken die u kunt exporteren. Dan het exporteren zelf, en dat laat ik eerst even zien voor de beelden. Dat is een ander tabblad. En dit tabblad opent u en dan geeft u aan, ik wil al die beelden exporteren. Bij More kunt u nog een aantal instellingen doen. En vervolgens klikt u op Start Export. Kunt u een map selecteren en dan gaat hij die beelden exporteren. Ik laat straks wat zien in mijn PowerPoint. Die beelden worden altijd nog wat scherper als dat hij nu op het scherm is. Want zo op het scherm heeft hij toch wat grafische beperkingen, omdat er een heleboel beweegt en gebeurt. Modelleeromgeving, nou, dat hoeft natuurlijk niet op een JPG. Alles kan in één keer geëxporteerd worden. En afhankelijk van hoe snel uw computer is, gaat dat heel snel of niet. Dan de presenter. Nou, de presenter... Kijk, dat is eigenlijk, en dat vind ik wel leuk hoor, ook hier, hè, even vlot, nou ja, nog wat instellingen. Quick Media Mode. Dus je kan ook vanuit hier nog weer allerlei dingen instellen. Hoe snel beweeg ik? Dus beweeg ik als een loper, dan gaat het allemaal wat rustiger. Beweeg ik als een auto, nou dan vlieg je in één keer. Ja, kan heel veel. En ook hier ziet u... VR, ja, virtual reality. Al vanaf dit model kunt u naar VR. En dat is eigenlijk wel interessant. Kijk, nu zit mijn VR set, die zit niet op deze computer aangesloten. Dus hij laat dat niet zien. Maar, geloof me maar, dat kan wel. Wat vaker gebeurt, is dat u eigenlijk een presenter exporteert. Nou, zo'n presenter is eigenlijk een soort presenteren omgeving. Ik heb er ook één voorbereid. U zet daar een x aantal beelden neer en die beelden gaat u zien in uw omgeving. Een presenter kunt u weer overal gaan opstarten en dan kunt u eigenlijk op dezelfde manier als in deze omgeving gaat u daar doorheen. En wat leuk is aan die presenter, als u die open heeft, nou, dan kunt u ook vanuit daar er doorheen gaan lopen. Ga ik even naar een video, want de video is dan een ander model. Hebben we ook even laten zien wat u dan ziet in VR. En dit beeld is vierkant omdat wij in die virtual reality omgeving zitten. Kijk, en u ziet hier, als u kijkt naar die hond bijvoorbeeld, ja, die beweegt gewoon. En als u dan gaat naar uw menu's, kunt u onder andere dingen als materialen aanpassen. Dus bijvoorbeeld als u een ander materiaal wil, nou, dan kan dat. Het gaat nog niet... zover bij mijn weten als dat je ook objecten volledig kunt verplaatsen. Maar bijvoorbeeld wel dat u ook hierin weer het weer kunt aanpassen, het seizoen kunt aanpassen, de maand en ook de tijd. Dus dat gaat eigenlijk best wel heel ver zo, voor zo'n pakket. En wat voornamelijk toch wel heel mooi is, en dat is straks ook als we even binnen staan, is dat je ziet van, en augustus deed het wel, je moet soms heel goed klikken in die virtual reality omgeving hoor. Maar dan ziet u dat de schaduw ook anders gaat. Maar u kunt wel dus vrij eenvoudig als dit uw gebouw is, uw woning, nou dan ziet u even binnen hoe weer en tijd effecten heeft, maar ook daadwerkelijk het materiaal. Nou, en bijvoorbeeld maak ik dan straks even de wand blauw. Nou, en zo eenvoudig gaat dat eigenlijk. Dus dat is op zich, vind ik dat wel heel fijn. En nou, er zijn toch maar een beperkt aantal pakketten die dat in één keer kunnen vanuit Revit of Twinmotion. Ik wou nog even laten zien een ander model. En dus altijd even de vraag of het nou in één keer goed gaat hoor. Maar als u klikt op See in Twinmotion. Ik heb hier een kleine uitbouw geplaatst. See in Twinmotion. Nou, dan ziet u ook van hij heeft een direct link.
In dit geval overschrijft hij hem niet. Komt omdat ik twee Twin Motions open heb, waarschijnlijk. Mag ik hem nu niet afsluiten? Nou, andere manier is om eigenlijk zo'n model op een gegeven moment te herladen. Dus u ziet hier, dit is mijn Revit model. En u kunt dit ook daadwerkelijk herladen. Ziet u hier in één keer de uitbouw die erbij in is. Ik zou zeggen, probeer dat een keer als u het pakket heeft. Dat werkt echt gewoon heel fijn. Ook dan neemt hij direct weer materialen over naar je nieuwe object. Dus als dat dezelfde materialen zijn, dan gaat hij dat automatisch ook toepassen. Nou, wat voor... Nou, wat voor beelden? Deze hadden we dus net al eventjes gezien. Hè? Maar je ziet van, dat werkt toch wel heel mooi. Je kan ook uitsneden maken. Dus er zijn bepaalde geometrietjes voor. Heb ik even kort geprobeerd. Het viel me wel op dat het plafond niet doorgesneden wordt. Maar mogelijk dat je dan het plafond uit kan zetten. Want je kunt in je Revit model individuele objecten aan en uit gaan zetten. Dus zo'n plafond ook. Virtual reality had ik al even laten zien middels de video. En ik zie ook dat de tijd al aardig begint te dringen. Dus ik ga nog even kort op de installatie in. Het werkt vrij eenvoudig. U gaat naar deze link. En u moet die Epic Games Engine, die moeten we even downloaden. Nou, dat downloaden gaat vrij snel. En dan wordt u gevraagd of u een accountje wil aanmaken via Sign Up. Kunt u daar uw gegevens invullen. En als het geïnstalleerd is, gaat u via Unreal Engine naar Twinmotion en install. En ik doe dit nu vrij snel hoor, want het is echt vrij eenvoudig. Als u dan aan het wachten bent op het installeren, scrolt u in dit menu van Twinmotion even naar beneden. En daar kunt u ook de plugins vinden. Ik heb hier een drietal geselecteerd. Dus dit is Archicad, Revit en SketchUp. Maar bij mijn weten, wat ik had gezien, is hij er ook voor onder andere Rhino. Dus dat is wel echt mooi. Maar ik denk dat dit de voorname pakketten zijn waar ze ook gebruikt gaan worden. Dan is het zo dat eigenlijk wat ik nu heb laten zien, dat zit allemaal in de free trial. Dus die kunt u gewoon downloaden en proberen. Als u dat op een gegeven moment commercieel wil gebruiken, dan moet u uiteraard een licentie aanschaffen. En op dit moment, tot 31 december 2021, dus dat duurt nog wel eventjes, is deze licentie, wat staat er, €275. En dit is een zogenaamde perpetual license. En dat betekent dat het een ongelimiteerde licentie is. Dus het is niet zo dat u die elk jaar weer moet vernieuwen. Nou, en dat is ook wel eens fijn in een wereld waar heel veel maandelijkse licenties zijn. Ik kan gewoon aanraden om in ieder geval dit gewoon eens te proberen. Om gewoon eens te gaan werken met Twinmotion. U ziet dat het echt heel eenvoudig werkt en dat u ook heel eenvoudig naar VR gaat. Nou, gaat u het dan daadwerkelijk natuurlijk commercieel gebruiken, dan zult u toch deze licentie moeten gaan aanschaffen. Nou, even in het kort, wat hebben we nou allemaal behandeld? Wat Twinmotion is, dus echt wel een mooi pakket. Werkt echt heel eenvoudig. Ik heb er zelf nu een, twee dagen in totaal ingestopt. Inclusief de presentatie en de video's, et cetera. Maar eigenlijk gaat het toch heel makkelijk. Uiteraard heb ik ook kennis van andere renderpakketten. Dus misschien dat het daarmee iets sneller gaat, maar het is voor iedereen goed te begrijpen. Aanmaken van ondergronden, plaatsen van objecten, het materialiseren, hoe je ook eigen materialen kunt aanmaken met de eigen bumpmap, et cetera. Locatie, tijd en datum instellen, het exporteren van beelden. En tot slot nog eventjes de installatie en de licentiekosten. Nou.
Ik hoop in ieder geval dat ik iedereen een beetje een beeld heb gegeven van wat je hiermee kan. Ik zou echt gaan zeggen van nou, probeer er gewoon lekker mee te stoeien. Want het is gewoon echt heel erg leuk om ermee bezig te zijn. Gezien de tijd ga ik bij deze afronden. Ik zag een aantal vragen in de chat binnenkomen. Deze ga ik achteraf gewoon even beantwoorden. Ga ik even nog rustig induiken. En dan kom ik daarop. Als iemand anders nog een vraag heeft, van, nou, stel de vraag lekker even nog in de chat. En ik ben heel erg, ik ben heel erg bedankt. Bedankt dat u aanwezig was en deze webinar hebt gevolgd. En ik hoop dat wij ook in de toekomst weer mooie webinars voor jullie mogen verzorgen met eenzelfde soort opkomst. Nou, heel erg bedankt in ieder geval en tot ziens.